Het is al langer bekend dat het gebruik van de BlackBerry niet erg veilig is om vertrouwelijke informatie te versturen. Ook de Belgische staatsveiligheid schuwt er nu voor. De premier, die een notoir gebruiker is van de BlackBerry, valt uit de lucht. ...2020 te verminderen met 20% in Kopenhagen... ...over telefoonverkeer tussen het gerecht en het kabinet Leterme. De BlackBerry-verslaving van Yves Leterme mag dan legendarisch heten. Op het eind raakte hij hoe langer hoe meer geïsoleerd. 800.000 stemmen wil net zijn partijleden toespreken. Krijgt het even warm en stuurt vol ongeloof een bericht terug.